olie gevonden. Suriname kan misschien niet terugbetalen. En animatiefilms doen het goed. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Het is een heel bijzondere dag geworden voor Suriname. Er was goed nieuws uit en over Suriname en er was aan de andere kant ook slecht nieuws. In zo'n geval begin je meestal met het slechte nieuws, maar omdat het goede nieuws best bijzonder is, beginnen we daarmee. Gisteravond waren er al wat geruchten, maar vanmorgen kwam het nieuws naar buiten dat er aardoliereserves zijn ontdekt offshore. Dat wil zeggen in zee, voor de kust van Suriname. Tijdens een persconferentie vanmorgen hebben de directeur van Staatsolie, Rudolf Elias, en president Desi Bouterse kort hierover gesproken. Het is een prachtig moment voor Staatsolie. Het is een moment waar we als Staatsolie heel lang naar hebben toegeleefd. Waar we in principe al 5 jaar voor werken. Dat we onszelf ready maken voor zo'n grote oliefonds. Ik ben herhaaldelijk in de pers geweest en herhaaldelijk heb ik gezegd. Ik weet niet wanneer, ik weet alleen dat het gaat komen. We zijn allemaal natuurlijk in feest, maar ik vind alleen maar jammer dat ze water hebben plaats van. Dat ze water in plaats van de champagne. Maar dat is heel, heel erg duidelijk dat we niet gek gaan doen, omdat de voorzienigheid ons dit historie maar te zien heeft. Nogmaals. Laten we de handen in elkaar slaan en laten we samen de weg voorwaarts voor onze kinderen en kindskinderen samen brengen. We versterken allemaal. Lobby. Aardolie is heel belangrijk. Hieruit wordt brandstof voor auto's, vliegtuigen en schepen gemaakt. Maar daarnaast is aardolie de grondstof voor heel veel andere producten. Voor de kust van Guyana zijn de afgelopen jaren veel olievondsten gedaan. Voor Suriname is deze de eerste. Ik heb er niet heel veel aan toe te voegen, want in het persbericht staat in principe alles. Het enige wat ik zeg is, ze zijn nu bezig in Sapakara. Dat is 16 kilometer verder als waar ze vandaag hebben geboord. Laten we kijken of we net als Guyana ook discovery after discovery krijgen. Het is natuurlijk prachtig, zoiets. En ik denk dat na vandaag Suriname nooit meer hetzelfde zal zijn. Veel personen denken misschien dat ons land volgend jaar al veel geld gaat verdienen aan de aardolie en dat wij het allemaal goed zullen hebben. Het zal zeker nog 4 tot 6 jaar duren voor de olie kan worden gepompt uit de bodem en verkocht aan andere landen. We weten alleen dat ze zeggen significant. En significant betekent dat het redelijk groot is wat ze gevonden hebben. Dus dat het meer is, denk ik, dan dat ze verwacht hadden. Dat het was. Maar nu moeten ze het gaan wat ze noemen appraisen. Dat duurt ongeveer 18 maanden. Meestal, want ze gaan nu kijken waar zien we wat we gevonden hebben en hoe ver strekt zich dat uit. En dan gaan ze daar boren en dan kijken ze, oké, als het daar ook is, dan zit er zoveel olie in de grond. En op basis daarvan gaan ze een ontwikkelingsplan maken. En op basis van het ontwikkelingsplan hebben ze op een gegeven moment een beslissing, dat noemen ze FID. En op het moment dat de FID is, moeten wij ook zeggen, gaan we meedoen met die 20%? En ik denk dat die FID komt misschien 2 jaar na vandaag. En dat het dan duurt het nog 3 jaar voordat de olie uit de grond komt, heb je gezien in Guyana. Er zijn ook genoeg landen die rijk zijn aan olie, maar waar een groot deel van de bevolking in armoede leeft, zoals Nigeria en Equatoriaal Guinea. Dat komt omdat de aardolie vaak verschrikkelijke hebzucht en corruptie veroorzaakt. Een kleine groep die aan de macht is, probeert alle olierijkdom voor zichzelf te houden en gebruikt die rijkdom om het volk te onderdrukken. En het enige wat ik zeg is, we moeten er echt voor zorgen dat de kinderen en kinderskinderen van ons van deze rijkdom gaan genieten en niet wij alleen. Dus we moeten het geld goed besteden en we moeten het goed investeren. Er was, zoals wij eerder zeiden, ook slecht nieuws. Volgens een wereldberoemde Amerikaanse krant, de Financial Times, kan Suriname straks misschien de schulden die het heeft gemaakt niet terugbetalen. Winston Ramotarsing, de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, legt uit wat dat inhoudt. Internationaal
volgen de financiële instituten de landen. En men kijkt in hoeverre zijn landen betrouwbaar om geld aan hun te lenen. Daarvoor heeft men vaak een rating. Dat zijn ratingsbureaus die geven een bepaalde score aan een land. En dat geeft aan hoe veilig het is om aan zo'n land te lenen. Want die instanties, die banken, die verdienen geld aan die landen. Dus zo heeft Suriname geld geleend. En men kijkt, mogen we ons geld terugverwachten van Suriname? Hoe lopen de economische ontwikkelingen? En nu heeft een van de belangrijke analisten heeft gezegd, Suriname is een van de 6 landen die de grootste risico lopen dat ze hun schuld niet kunnen terugbetalen. En dat is internationaal zo'n beetje doodzonde, als je niet in staat bent je schuld terug te betalen. Ten eerste vind ik het minder, omdat wij dan, het gaat al een beetje moeilijk in het land. En het feit dat we de schulden niet terug kunnen betalen, kan maken dat de dingen nog duurder worden dan dat ze al zijn. En het kan dan ook ervoor gaan zorgen dat, ja, bijvoorbeeld bepaalde studies die we moeten betalen, ook 2 maal duurder worden. Het leven wordt gewoon duurder met de dag. En ik vind het heel minder, want het is dan ook een andere, ja, hoe gaan andere landen denken over ons land, dat we alleen maar schulden maken en het niet kunnen betalen? Een andere keer bijvoorbeeld gaat een ander land ons niet willen helpen, terwijl we die hulp dan op dat moment nodig hebben. Zo moet de regering die eigenlijk de schulden gemaakt heeft, moet het afbetalen. Hoe ze het gaan doen, weet ik niet. En het volk moet natuurlijk niet eronder lijden, want dat is wat nu gebeurt. En dat moet sowieso niet gebeuren, want niet wij maken de schulden. Die schuld is onbetaalbaar. Als we nu beseffen dat wij meer dan 10 miljard... 10.000 miljoen SRD elk jaar uitgeven, terwijl we maar 6,5 miljard ontvangen. Dus dat verschil, wat we meer uitgeven dan we ontvangen, moeten we lenen. Dus die schuld wordt alleen maar groter. We zijn niet in staat dat terug te betalen. Alleen aan rente hebben we het afgelopen jaar 1.000 miljoen, dat is 1 miljard, betaald. En het wordt alleen maar meer. Op dit moment zijn we antiproductie bezig. We zijn alleen maar bezig te consumeren, alleen maar bezig sociale noden op te lossen. Ook belangrijk. Maar als je de economie niet stimuleert, ga je het nooit kunnen betalen op de lange termijn. Wij als kinderen krijgen ook problemen daarmee, want we moeten later ook dus verder studeren. Want ik vind dat ze, dus ze hebben wel geld geleend, maar wat hebben ze hier in Suriname gedaan? Letterlijk niets. Elk land leent, en zeker lenen voor productieverhoging, mag. Je moet nooit lenen voor consumptie, want dan ga je het nooit terug kunnen betalen. En dat is wat deze regering gedaan heeft, keer op keer. Uiteindelijk gaat men bezuinigen op de subsidies, dus de stroomtarieven gaan omhoog. Uiteindelijk zal men moeten afslanken het ambtenarenapparaat en de inkomstenbelasting gaat omhoog gaan. Animatiefilms doen het goed, want Frozen deel 2 verdient een recordbedrag en Missing Link wint een belangrijke prijs. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. Neither ape nor man, but a giant. He's had many names. Een winnaar bij de uitreiking van de Golden Globes, die haast niemand had zien aankomen, is de Verenigde Staten. De prijs voor de beste animatiefilm ging naar de film Missing Link. De film won van grote filmhits als The Lion King, Frozen 2 en Toy Story 4. De Golden Globes zijn na de Oscars de bekendste filmprijzen van de wereld. Bravo. Missing Link gaat over een soort aapmens in de Himalaya die op zoek gaat naar zijn verre familieleden. Het is een stop-motion film. Dat betekent dat de film is gemaakt met echte poppetjes. Die worden elke keer voor ieder beeld een klein beetje aangepast. Het filmen van de Missing Link duurde daardoor 2 jaar. Do not mention the chicken. No chicken, got it, Zip. Greetings, Venerable Gamu. It is an honor. What's with the chicken? Met de winst voor Missing Link kan animatiestudio Laika de eerste Golden Globe in de kast zetten. De studio kreeg al eerder nominaties met films zoals Kubo and the Two Rings in 2016. You'll need to keep a low profile. Frozen 2
lijkt net zo populair als deel 1. Sinds dit weekend is het zelfs de succesvolste animatiefilm in de bioscoop ooit. De film over Elsa en Anna haalde tot nu toe 1,18 miljard euro op. En dat is meer dan Beauty and the Beast, Incredibles 2, Minions en het eerste deel van Frozen. De animatiefilm Frozen 2 heeft het afgelopen weekend nog meer records verbroken dan verwacht. Het vervolg op de megahit Frozen deel 1 uit 2013 bracht wereldwijd in de eerste 5 dagen $358,2 miljoen op. Daarmee is het record dat Toy Story 4 eerder dit jaar vestigde, $240,9 miljoen, voorbijgestreefd door Frozen 2. In deel 2 van deze film gaat Elsa op zoek naar de vraag waarom zij werd geboren met magische krachten. Het antwoord op deze vraag bedreigt namelijk haar koninkrijk. En de 10 minuten zijn om. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.